Naast de vele bekende gezichten tijdens deze campagne is Mirjam Bikker van de ChristenUnie een nieuwe ster aan het firmament. Ze nam begin dit jaar het stokje over van Gert-Jan Segers, die de partij, ondanks een bescheiden aantal zetels, tot 2 keer toe in de coalitie wist te krijgen. Ja, u bent eigenlijk nog, u bent nog maar net begonnen, meteen in verkiezingstijd. Is dat eigenlijk een ideaal begin of juist ook wel lastig? Ja, volgens mij als je zeg maar als machinist van deze trein start, is er geen ideaal begin te verzinnen. Want het is altijd gewoon volle bak gaan. Dat zult u zich ook nog wel herinneren, meneer Teven. Zo is landelijke politiek. En tegelijkertijd is ook een mooi moment, want het is campagnetijd. Dus ik kom op allerlei plekken, ontmoet heel veel mensen, ook heel veel ChristenUnie-mensen. En dat geeft me ook het vermoeden. Die leren u ook kennen. Daarom, ja. Over en weer. En tegelijkertijd, je deelt dezelfde idealen. En daarvoor zit je in de politiek. Dus ja. Vind ik eigenlijk wel mooi. Meneer Teven, is het begin het moeilijkst of komt dat juist nog na een tijd? Nou ja, mevrouw Bikker loopt al heel lang mee. Want toen ik in 2006 de Tweede Kamergangen bevolkte en was zij al medewerker van de heer Slob. Die daar toen ook nog zat, een vooravond van heel junior, kabinet Balkenende en 4. Dacht u toen al, nou, die wordt ooit leider van de ChristenUnie? Nou, ik dacht wel, dat is een hele slimme dame en die zal ver komen. Ze had toen al stampen, net als nu, waar ik het inhoudelijk soms helemaal mee oneens ben. Maar het is wel een heel goed Kamerlid gebleken. Ja, nou dat zullen is, we er dan op de inhoud vind ik het niet allemaal geweldig, nou, maar wel, ze doet het werk goed. Zullen we het dan eens hebben over de inhoud? Want we gaan dus inderdaad over ruim een week naar de stembus. En ja, u wil het graag hebben over gokreclames in de openbare ruimtes. Waarom heeft u daar zorgen over? Wat je heel erg ziet is, sinds het online gokken is toegestaan, is de reclame echt verduizendvoudigd. Bijna iedereen irriteert zich rot aan zoveel reclames. En wat het nare daarvan is, waarvan we ooit zeiden van, of mensen zeiden van, ja, als we nou dat gokken legaal maken, dan kunnen mensen die nu illegaal spelen in het legale circuit aan de slag. Maar we zien nu dat het niet meer gaat om dat groepje gokkers van toen, maar dat iedereen bereikt wordt. We hebben allemaal een telefoon op zak. Je kan allemaal zo dat gokje wagen. En ik krijg zoveel signalen van jongeren, van ouders van jongeren, die daardoor in de problemen komen, dat ik zeg, stop alsjeblieft met doen alsof gokken normaal is. En bied dat niet zo aan dat allerlei jongeren dat continu onder hun aandacht krijgen. Oké, maar u wilt dus eigenlijk die reclames verbieden? Ja. En hoe kunnen de provincies daarvoor zorgen? Wat je ziet is ook provincies gaan over bijvoorbeeld de bushokjes die langs al die provinciale wegen staan. Ik weet niet, als jij hier naartoe rijdt, maar dan zie je het nodige aan reclames. Daar zitten ook veel gokreclames bij. Is volgens mij helemaal niet nodig. En bovendien, ik vind het zo naar als steeds meer jongeren verslaafd raken. Ik had bijvoorbeeld vorige week nog, de week ervoor, een mailtje van een jongen die mij vertelde hoe hij steeds meer is gaan lenen en pas heel laat is gaan vertellen aan zijn ouders. En wat de problemen daarvan zijn, dat is echt om te huilen. Nee, die problemen, dat ziet ook verslavingsarts Wilco Stiedrecht. Die ziet steeds vaker jonge mensen binnenkomen met zware gokproblemen. Met het legaliseren van het online gokken geef je natuurlijk een beeld van, nou, het is normaal, het is oké om te gokken. En daardoor gaan meer mensen het doen, komen ook vervolgens weer meer mensen in de problemen. Mensen worden doodgegooid met reclame. Zeker voor mensen met een gokprobleem is dat gewoon problematisch. Hè? Dat geldt eigenlijk voor eigenlijk iedere verslaving. Hoe groter de beschikbaarheid, hoe makkelijker je ervoor valt. Iedere keer moet je voorstellen dat het probleem weer triggert. Dus mensen die willen er bijvoorbeeld mee stoppen. Ze zien zo'n reclame en vervolgens wordt er toch weer in het systeem mee aangehaakt van, ga door met dat gokken. Ja, dat is inderdaad, dat bevestigt helemaal wat u hier net ook vertelt. Dan ga ik even naar meneer Teven, want jullie zijn het daarin niet met elkaar eens. Ik zeg er wel meteen even bij dat u ook voor een lobbybureau werkt, dat ook wordt ingehuurd door kansspelbedrijven. U stond ook als staatssecretaris aan de wieg ook van het legaliseren van online gokken. Wat denkt u eigenlijk als u als buschauffeur langs die abris rijdt met die reclames? Nou, ik denk als oud-staatssecretaris, een van de redenen om dit te legaliseren was om al die mensen die al gokten, en dat miskent mevrouw Bikker een beetje. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die gewoon in het illegale circuit aan het gokken waren, ook jongeren. Het licht was uit in de speelhal en doordat we gelegaliseerd hebben is het licht aan. En dat was ook precies de bedoeling van die wet, dat zichtbaar zou worden wat we moeten doen aan verslaving, hoe krijgen we ondernemers daarin mee. En er is dus in de afgelopen 10 jaar heel veel gedaan. Niet alleen door de internetgokken, maar ook door de land-based aanbieders. De aanbieders van wat niet op het internet gebeurt. Om die verslaving terug te dringen. Hè. Daar is heel veel werk in gestopt. En mevrouw Bikker zegt, er zijn veel meer, en dat hoor ik deze arts ook zeggen, er zijn veel meer jongeren gaan gokken. Dat is gewoon niet waar. Die jongeren gokten al. Die gokten ook al voor de legalisatie van het internet. U zegt het probleem. En er zijn was ook geen al? Onderzoeken van. Hè. We zitten nog op die onderzoeken te wachten. En ik ken mevrouw Bikker als een gedegen Kamerlid. Zeker.
En die zou eigenlijk moeten zeggen, we wachten nou die evaluatie even af. Nee. En dan gaan we erover spreken. Mevrouw Bikker. Nee, dat gaan we niet doen. Want weet je wat het is? We zien nu al dat het aantal uur dat wordt doorgebracht op goksites is enorm toegenomen. Het aantal mensen wat dat doet. En ook de verslavingsinstellingen waarschuwden zelf vorig jaar al. Dat het zo toeneemt dat er mensen aankloppen. En dat ze daarom zeggen, alsjeblieft, stop nou met reclame maken voor iedereen. Want het gaat niet alleen om die groep gokkers die meneer Teven noemt, die nu legaal kunnen gokken. Het gaat om veel meer jongeren die een telefoon onderhand bereik hebben, waar je dat telkens aangeboden krijgt. En eerlijk gezegd, als jij als jongere nu, of je op YouTube kijkt, of je een game doet, overal kom je die advertenties tegen. En iedere keer heb je die prikkel die denkt in je hoofd, waardoor je denkt, zal ik het gokje wagen? En dat die is echt iets anders dan 2017, ja, toen we nog een Nokia hadden, in plaats van de smartphone die je nu bij veel jongeren. Ja, maar zorgt die wet er dan niet voor dat je sneller dus ziet waar de problemen zitten en dat je deze mensen ook sneller kunt helpen? Nou, dat is een beetje het beeld wat telkens neergezet wordt. Maar wat we zien is dat het om veel meer mensen gaat en dat groeit omdat het in je hoofd zo werkt dat je op die telefoon telkens dat spelletje wil doen. Maar dat is niet onschuldig, daar raak je aan verslaafd. En dat is een groot verschil. Dus eerlijk gezegd, nee, het zijn andere tijden en daarom geen reclames. Ja. Mevrouw Bikker zou echt er wijs aan doen als goed Kamerlid om gewoon die evaluatierapport af te wachten. Ja, dan ziet ze dat licht is aangegaan en ze maakt zich druk over feiten die al lang zijn geregeld. Verder op in de...